Ik ben Rocco, ik ben 18 jaar en ik volg opleiding voor zorg in IG. Nou, mijn naam is Kurtjad Ekies, ik ben docent zorg en welzijn op de opleiding voor zorg in IG. Ik ben Sophie Della, 31 jaar en ik ben een student van verzorgende IG, tweede leerjaar. Ik ben Kayla, ik ben 20 jaar. Module die is eigenlijk bedoeld voor tweedejaars helpende studenten. En zij kunnen dan een module van 12 weken volgen. En nadat zij de module succesvol hebben afgerond, mogen zij instromen in leerjaar 2 van de opleiding voor zorg in IG. En dan moeten ze natuurlijk wel hun helpende opleiding succesvol hebben afgerond. De module die wordt gegeven door de opleiding voor zorg in IG zelf. En dan zullen ook de docenten van de verzorgende IG de lessen geven. Gedaan dat ik toch wel sneller wilde voortgang hebben. Dus toen zei ze van ja, als je die 10 weken, wat nu 12 weken is, moet volgen, dan kan je in het tweede jaar terechtkomen. Ik dacht van ja, dat is wel een mooie stap. Ik wil graag mensen helpen. En met die opleiding heb ik genoeg informatie hoe kan ik mensen helpen. Ik heb deze opleiding gekozen omdat ik het leuk vind oudere mensen te helpen. Wij leren wat wij in leerjaar 1 van verzorgende IG gaan leren. Ja, wij hebben heel veel huiswerk en ook aan het eind van iedere les moet je een exit ticket maken, die moet je 80% hebben. En je moet ook al 100% aanwezig zijn. Ja, dat was een mooie kans, vond ik wel. Normaal gesproken 3 jaar, maar als je de module volgt, dan mag je in 2 jaar doen. Door de instroommodule, dan hoef ik 1 jaar minder naar school. Het is superleuk om de instroommodule te volgen.